Ik ben Emmanuel van Melkebeke, ben 43 jaar oud en ik ben een van de 4 founding fathers van Facts. Facts is begonnen eind 1992, toen dat we met een aantal vrienden eigenlijk een gathering, een bijeenkomst, wilden organiseren voor fans van science fiction, fantasy, comics. En toen is Facts geboren met een eerste editie waar er in totaal een 2-tal standhouders en een 40-tal bezoekers zijn langsgekomen, waaronder een poedel. Het basisidee van Facts is altijd geweest om mensen met gelijke hobby's en gelijke passies te verzamelen. Dat is voor mij nog altijd de belangrijkste drijfveer en een van de mooiste verwezenlijkingen. Dus zien dat je mensen kan samenbrengen die eenzelfde passie delen en dat je die ook kan zien genieten van het feit dat ze zichzelf kunnen zijn. Daar hebben we het eigenlijk altijd voor gedaan en dat is eigenlijk altijd gelukt. En vandaar dat wij altijd met evenveel enthousiasme voor Facts zijn blijven gaan. Het is ook ongelooflijk om te zien hoe mensen van heinde en verre komen. Vorig jaar heeft er mij iemand nog gebeld die zei van kom speciaal uit Venezuela overvliegen om naar Facts te komen. En dat je die dan allemaal verenigd ziet in die wachtrij op zaterdagmorgen. En ik weet dat voor veel bezoekers is dat even een wat vervelend moment. Maar voor ons organisatoren zien dat mensen daar letterlijk duizenden mensen dik staan aan te schuiven. Dat geeft zo'n kick omdat je dan weet van al die inspanning, al die moeite, het is weer gelukt. We hebben al die mensen kunnen verzamelen. Dat is eigenlijk een fantastisch moment. Facts is veel groter geworden dan ik mij ooit had kunnen inbeelden. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het einde nog niet gezien hebben en dat er nog heel veel leuke dingen op stapel staan.